Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arjen hier en vandaag weer een nieuwe Supersniper Zaterdag. En ja, het is een beetje verlaat, het is zondag, ik weet het. Gisteren heb ik een heel Call of Duty toernooi gehad. En dat was de knockout fase en er is veel tijd in gaan zitten. Dus ja, daarom heb ik niet per se gisteren dit kunnen uploaden. Maar vandaag komt het alsnog Supersniper Zaterdag met de MSR en we spelen Modern Warfare 3. En ik dacht dat ik die kill had, maar dat was de capture. De C-capture kreeg ik daar binnen. En trouwens over mijn YouTube kanaal, want sommige mensen die hebben het vast wel opgemerkt. Het heet geen Arjan1995 PS3 meer, maar tegenwoordig heet het Arjan1995. En dat komt omdat ik een pop-up kreeg van Google+. Holy shit, waar komt dit vandaan? Daar dus. Hup, oké, die heb ik, nice. Ik kreeg een pop-up van Google+, of dat ik mijn kanaal wou linken aan Google+. En eerst dacht ik van nee, waarom zou ik dat überhaupt doen? Maar toen zag ik... dat als je het gelinkt had aan Google+, dat je je kanaalnaam kon veranderen. En ik heb altijd mijn kanaal Arjan1995 PS3 genoemd. Maar dat PS3 dat heb ik er een beetje in haast achter gezet. Omdat ik nou ja, ooit een Nederlands kanaal heb gemaakt. En toen dacht ik van joh, ik moet er iets achter zetten. Een kenmerk van mij. Want Arjan1995 dat kon ten tijde niet. Dat kanaal was al door iemand anders ingejat. Holy shit, oh mijn god, wordt genoscoped. Ik word wel gesemtext, maar dat boeit me niet, want ik heb die gast wel eventjes heel nice genoscoped. Maar mijn kanaalnaam is vanaf nu dus gewoon Arjan1995. Mijn kanaal is nog wel vindbaar op Arjan1995 PS3, want ja, dat is nog wel de officiële kanaalnaam. Maar de weergavenaam is Arjan1995. En dat heb ik dus aangepast en volgens mij werd daar net een claymore geplaatst. Shit, ik faal. Maar dan weten jullie dat dus. Dat mijn kanaal vanaf nu eigenlijk een soort van hetzelfde principe als QBR Speedy. Zijn kanaalnaam is ook Speedy W03. Maar zijn weergavenaam is QBR Speedy. En zo kent iedereen hem ook. En mijn, nou ja, dat heb ik hetzelfde idee op mijn kanaal. En hem heb ik een hitmark. Oké, okay, teammate heeft de kill gepakt. Maar datzelfde idee heb ik met mijn kanaal. Ik wil mijn kanaal gewoon... ja, mijn kanaal is vindbaar op Arjan1995 PS3 en Arjan1995. Maar de echte naam is gewoon Arjan1995 en die Predator gaat voor mij. Waarom? Maar dat is het idee erachter. En ik moet me even gaan focussen. Kijken of ik een killstreak kan gaan opbouwen. En... oh shit! Dat waren twee lekkere kills. Oh shit, en ik werd nu gesandwiched, want er stond ook iemand op A. Maar ik wil nu even gaan snipen om het gaan snipen. Dus niet per se alles quickscope of zo. Maar gewoon snipen. Dus ook hardscopes erbij. Gewoon even kijken of ik een streak kan opbouwen. Want ik heb wel even zin om een redelijke streak op te gaan bouwen. Ook al is het dome. Is af en toe lastig. Maar ik heb toch die gast en hier. Oh nee, granaat. Oh mijn god. Was dat Mardidom? Ja, dat was Mardidom. Ja, Mardidom. Lekker dan, maar niet heus. Als je gestumd bent, is Martidom een hel. Maar goed. En hij ligt daar gewoon, wauw. En hitmarker. Die hitmarkers, daar word ik ook wel een beetje gek van. Want ja, je krijgt gewoon een gigantische sniperkogel door je hoofd. En nou ja, dat is al vaak zat benoemd. En hij loopt... weer een hitmarker! Alweer een hitmarker. Ja, wauw. Weer een hitmarker. Het is hem niet gegund. Al die hitmarkers vandaag. Oké, okay, hem heb ik wel in één keer dood. Dat is wel... wauw. Predator. Ik word echt gehaat volgens mij door dit spel. Want al die killstreaks komen ook op mij. En dat is wat minder. En nu is er ook een cobra, dus ik wil snel naar binnen gaan. Oh nee, wauw. Dat ding gaat ook op mij schieten. Dat is ook niet cool. Nou, dan maar even op B hoppen, want ik wil wel winnen op zich. Oh, host migration, wauw. Gaan al mijn teammates eruit omdat er één cobra in de lucht is? Meen je dat? Al mijn teammates, die gaan eruit. Omdat er een cobra in de lucht is. Oh my god. Serious? En ik loop nu achter die oh, wauw. Ja, nu word ik continu waarschijnlijk gesandwiched omdat ik in mijn eentje ben. En dat is best wel heel erg lastig. Ik ga toch mijn best doen. Want teammates die zijn al aan het connecten.
Alleen ik moet wel eventjes wat rustiger aanspelen. Want als ik nu als een debiel op één ga rushen. Ja, dan komt die cobra telkens op mij. En hem had ik net niet op tijd. Maar die cobra is wel even hinderlijk. En nu staat er dat al mijn oude teammates getimed out zijn. En hoe komt hij achter me? Oh, wauw. Dat is ook lekker dat hij in de rug komt. Maar niet heus. Kijken of ik hem nu kan pakken terwijl hij op de C-vlag ligt. Ik verwacht het wel. Ja. Oh, shit. Voor hem was ik net weer te laat. Maar in ieder geval die awesome fuzzle dood. Want die zat volgens mij eventjes op een killstreakje. En daar ligt iemand. Die heb ik. Nice. Oh, shit. En de Predator komt weer naar binnen. Of course. En weer een hitmarker. Ja. Ik denk als ik geen hitmarkers had gehad dit potje, had ik sowieso wel 3 of 4 kills meer gehad. En... holy shit. Huh? Wauw, die staat gewoon boven op de dome. Holy shit. Die staat gewoon eventjes op de dome. En nu een hitmarker met een Semtex. Dat mag er ook wel bij. Maar niet heus. En even kijken of ik het rustig aan kan doen om in ieder geval positief te gaan. Want ik sta 12 om 16 en dat is niet echt heel super. Hem heb ik in ieder geval wel. En mijn teammates worden hier beschoten door een gozertje die daar staat ergens. Ik denk dat mijn teammates hem al hebben. En ik verwacht daar nu echt mensen aankomend. Oké, dan niet. Even oppassen voor die cobra, want die hangt daar zo ergens. En die kan mij zo simpel pakken. Dat bedoel ik, hij schiet al op me. En... ah, hij speelt ook met een sniper. Ik denk dat hij eigenlijk mijn sniper heeft opgepakt. Want volgens mij had hij dezelfde camo. En mijn teammate die is daar nu in een battle. Oké, ik heb die gast eindelijk. Duurde een tijdje voordat ik hem had, maar dan heb ik hem ook eindelijk. En ja, ik word wel weer gelijk gerevenge killed. Maar dat doet er niet toe. Kijken of ik gelijk weer een payback op hem kan krijgen. Nee. Kom op, teammate. Wat loop je er langs, pik? Ga die gast killen of zo. Wauw, die gast ging gewoon even voor me liggen om me te knijven. Misschien kennen die me of zo. Ik weet het niet. En in ieder geval heb ik daar iemand gekillt. En weer een enemy cobra. Oh, shit. En hem zag ik totaal niet. Ik dacht dat mensen wat meer naar rechts waren, maar nee dus. En ik ga even Semtex gooien. Kijken of ik daar iets kan clearen. En ik moet wel binnen blijven, want die cobra die hangt er continu. En... oké, dat was een goede Semtex. Dan moet ik hem wel nageven. Dat was gewoon een goede Semtex. En daarachter komt hij nu. En die heb ik tenminste wel eventjes gepakt net, maar... wauw, we worden hier helemaal bestookt met allemaal granaten en shit. En dat is niet echt cool, want we zitten hier nu echt wel opgesloten en daar zit iemand. Wauw. Host migration. Oké. En die gast, die ene gast staat me nu weer te knijven, dus ik weet niet wat het is. Ik denk dat hij me dan herkent of zo. Maar ja, ik speel nog niet echt super lekker. En hopen dat hij nu een host kiest. Of niet. Of hij gaat er natuurlijk uitvliegen. Maar dat zou minder zijn. En ik denk helaas dat hij eruit gaat vliegen. Maar goed, ja, dan ga ik alvast een afsluiting doen. Want ja, ik neem aan dat hij nu gewoon uitvliegt. Want als het zo lang duurt, dan gaat hij meestal niet meer door. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. Sorry van de wat slechtere scoren. Ja, volgende keer hoop ik wel wat betere scoren. Toch hoop ik dat jullie ervan genoten hebben. Super Sniper zaterdag op zondag. Beetje verlaat omdat ik gisteren dus een toernooi had. Die kunnen jullie trouwens binnenkort, al die toernooi-listenings hebben live opgenomen. Kunnen jullie binnenkort zien op dagelijks CD. Dus dat gaat komen sowieso. En ik hoop gewoon dat jullie ervan genoten hebben, jongens. Laat even een groen duimpje achter. En ja, vanaf nu heet mijn kanaal dus gewoon Arjan1995. Tenminste, mijn kanaalnaam is gewoon nog Arjan1995PS3. Maar de weergaafnaam is Arjan1995. Dus dat is een verbetering voor mij. In ieder geval hoop ik dat jullie van genoten hebben, jongens. Timed out. Bedankt voor het kijken. Laat even een groen duimpje achter. En tot de volgende keer. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En adieu.